Hey, hallo allemaal. 10 juni en ik begin meteen met een waarschuwing. Verderop in het weerbericht geef ik er meer details over, maar er kan vandaag in de loop van de dag heel veel wind komen te staan. Vooral de oostkust, middenkust en de noordelijke delen van onze regio moeten in de eerste helft van de middag rekening houden met felle windstoten die mogelijk schade veroorzaken. Hoe komt dat? Wel, omdat we nog altijd met een geblokkeerde luchtdrukverdeling zitten. Hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan, dat verhaal kennen we intussen. Lage drukgebied boven Scandinavië. En dat lage drukgebied boven Scandinavië, dat vangt vandaag een kleine randstoring in. Die randstoring zit al een paar dagen in de weerkaarten. Zag er eerst niet zo heel actief uit, maar met het dichterbij komen scherpt dat systeem telkens verder aan. Gisteren zag het er al naar uit dat het op de weerkaarten een vrij actief ding ging gaan worden. Vandaag is dat nog allemaal een stukje scherper gesteld. Dat lage drukgebied diept uit, bevindt zich boven de zuidelijke Noordzee en trekt in de loop van de dag via Nederland richting Duitsland. Boven Nederland gaan ze geen portie op kunnen, kwestie van regen. Daar kunnen tientallen en tientallen liters water per vierkante meter gaan vallen. Sommige modellen gaan zelfs uit van 50 tot 70 liter daar. Bij ons zal het minder vaart lopen met die neerslag, maar toch, ook bij ons is het allemaal aangescherpt. In de loop van vooral vanochtend valt er regen. De meeste regen valt langs de Nederlandse grens. Daar kan dat toch wel tot een tiental liter water per vierkante meter zijn. Gaan we naar het centrum van onze beide provincies, dan zal dat ergens een 5 à 7 liter zijn. Gaan we naar het zuidelijke deel, richting de Frans-Belgische grens van West-Vlaanderen bijvoorbeeld, daar valt maar een 2 tot 4 liter. In Oost-Vlaanderen, richting Henegouwen, zal dat een 3, 4, 5 liter zijn. Dus die neerslag, dat is te behappen, maar dat kleine lage drukgebied heeft ook een flink windveld dat zich ontwikkelt. En dat zal zich vanochtend ontwikkelen en dan in de eerste helft van de middag over onze regio trekken. Nu, het is een klein windveld, dus dat wil zeggen dat we niet allemaal gelijk verdeeld gaan worden. Maar vooral het noorden moet opnieuw rekening houden met tijdelijk erg veel wind. In regionale uitsplitsing is dat dan vooral de oostkust en de middenkust. Aan de oostkust zou op zee zelfs tijdelijk een volle storm kunnen komen te staan. 9 beaufort, toch wel uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Aan de oost- en middenkust moet rekening gehouden worden met rukwinden die ergens de eerste helft van de middag kunnen uithalen tot toch wel 70 à 95 km per uur. Sommige regionale modellen gaan zelfs nog hoger met die windstoten, dat volg ik voorlopig niet. Maar het zou best kunnen dat er nog zwaardere windstoten zich ontwikkelen. Als dat het geval is, dan ga ik zeker via sociale media nog updates geven. En luister ook zeker naar het middagweerbericht op Radio 2 daarvoor. Verder landinwaarts neemt die wind wel flink af, maar ook de Brugse omgeving. Bij uitbreiding eigenlijk tot aan het centrum van West-Vlaanderen, het Meetjesland, het Gentse havengebied. Ja, dat zijn toch allemaal regio's die in de eerste helft van de middag moeten rekening houden met mogelijk felle windstoten die tot 70, 80 km per uur kunnen halen. Nu, op zich is dat niet zo dramatisch, die windstoten, maar de bomen staan vol in blad. Dus die gaan heel veel wind vangen en er gaan zeker links en rechts bomen sneuvelen of takken afbreken. Hou daar rekening mee. En ook andere lichte stormschade is met een rukwind tot 70, 80 km per uur niet onmogelijk. Een ander verhaal is dus wel aan die oost- en middenkust. Daar kan wel andere stormschade optreden, want daar kunnen de rukwinden dus een stuk hoger uitpakken. Na 3-4 uur gaat die wind dan heel snel afnemen en wordt alles weer snel rustiger. Het is een klein lage drukgebied, dus het trekt ook heel vlug weer weg. Kwestie van regen, vooral dus vanochtend. Daarna komen buien, dat zouden zelfs onweerachtige buien kunnen zijn. Maar die gaan dan ook verdwijnen in de tweede week, de helft van de middag. En de temperaturen, die zijn abominabel. In de regen 11, 12, 13 graden. Buiten de regen vanmiddag kunnen we misschien net 14, 15 graden halen. Dus het is echt wel een complete herfstdag. En veel dieper dan dit kunnen we rond deze periode van het jaar echt niet wegzakken. Zo heel uitzonderlijk is dat niet, die lage temperaturen. Dat is nogal gebeurd in juni maanden, maar de laatste jaren waren we daar toch wel wat van gespaard gebleven. Vanavond en vannacht dan een totaal ander weerbeeld. Rustig, die wind neemt af, nog een zwakke tot matige wind. Uit noordwesten de hele tijd, trouwens ook overdag, noordwestelijke wind. En de minimumtemperaturen dalen tot rond een graad of 7, terwijl het dan meestal droog is. Morgen veel kalmere dag, maar in de loop van de dag trekt dan toch nog een buienlijn door. Ik verwacht de meeste buien landinwaarts, aan zee blijft het waarschijnlijk droog of zo goed als. In de loop van de middag tijdelijk landinwaarts weer een aantal mogelijk felle buien met temperaturen die een klein beetje winst pakken, maar veel meer dan 15, 16 graden zal dat niet zijn. Misschien een graad of 17 op sommige plekken. Woensdag, donderdag de betere dagen van de week, dan is het rustiger. Een bui blijft mogelijk bij zo'n 17, 18 graden dan. Nog altijd een
Matige wind uit de noordwestelijke hoek. Tegen vrijdag draait die en ik zet er dan de pluim bij. Net zoals gisteren zie je dat vanaf vrijdag die temperaturen duidelijk een sprong omhoog maken. We komen in zachtere lucht terecht, maar het wordt ook onstabiel. Op die onderste grafiek zie je, de neerslaggrafiek, dat we waarschijnlijk weer naar een erg wisselvallig weerbeeld gaan met regelmatig regen en buien. Misschien een hervatting van het wisselvallige weerbeeld dat we maanden hebben gezien. Dus voorlopig geen overgang naar stabiel weer. Dat zit er langs de verste verte niet in. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Wees voorzichtig vandaag. Hou rekening met die felle wind die eraan komt in de eerste helft van de middag vooral dan. Nadien gaat het snel weer normaliseren. En hou ook rekening met eventueel mogelijke schade, vooral in de gebieden die ik heb benoemd. Zeg het ook door aan veel mensen, of verwijs veel mensen naar deze video, dat ze toch maar eens voorzichtig zijn vandaag, want het wordt echt wel een onstuimige weerdag. Vast bedankt voor het kijken. Graag tot morgen. Dag.